Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De wagons van vorige week zijn verkocht. Dat ging wel goed. Dus nu een beetje meer. We beginnen met Meano rails. Dit is stalen rails. Als ik me niet vergis. Even kijken. Ja, dit is stalen rails. Het probleem van stalen rails is dat het niet makkelijk schoon te houden is. Dus als je dit ergens gebruikt, zorg ervoor dat je er goed bij kunt met je railgun. Want je gaat het nodig hebben. Dat is dan ook de reden dat ik het niet gebruik. Want het wil nog wel eens bij mij onderop achterin op de baan liggen. Dus die gaat weg. Verder in de categorie rails. 7 stuks oude Fleischmann wissels, waarvan ik in het verleden een aflevering heb gemaakt over hoe je ze kunt repareren, of in ieder geval pogen tot. In de comments van dat filmpje staat hoe je het daadwerkelijk moet doen. Mijn poging is niet heel succesvol zoals je ziet. De reden dat ze weggaan is dus de betrouwbaarheid. Ik zou ze kunnen verbeteren en daarmee worden ze bruikbaar. Maar ik heb van andere kijkers een donatie gehad met een aantal wissels. Dus ik heb genoeg betrouwbare wissels om hier niet aan te gaan beginnen. Dus ik doe ze weg, want ze liggen eigenlijk alleen maar in de weg. In de categorie rijdend materiaal. Een Lima Belgische spoorwegen. Zo, die ook rijdt. Kom. Als de wielen er goed op staan. Hij rijdt zoals een Lima. Goede reclame dit. Kijk. Hij rijdt zoals een Lima. Niet geweldig. Ik denk dat hij een stuk beter zou rijden als ik de wielen schoon zou maken. Maar ik doe hier verder niets mee. Deze is meegekomen een keer ergens mee. En ik was niet van plan hier iets mee te gaan doen. Laat staan digitaal maken. Dus deze gaat ook de verkoop in. En als laatste een Märklin. Want ik rij geen Märklin. Dit is een kleine locomotief. Met de bekende sleper. Moet eigenlijk ook een keer schoongemaakt worden en gesmeerd worden. Ik heb geen idee of dat hij rijdt. Ik denk het wel. Maar ik verkoop hem als niet werkend. Omdat ik het ook niet goed kan testen. Dat is het voor deze week. Er komt nog meer aan. Maar ik moet natuurlijk alles wat ik verkoop ook inpakken en verzenden en zo. En ik wil er geen dagtaak aan hebben. Dus ik doe het in kleine beetjes. Ik ga alle advertenties weer in de comments zetten. En je zult ook zien dat oudere van deze filmpjes, zoals die van de vorige keer met de Märklin wagons, verdwijnen omdat ze verkocht zijn. En verder niet echt veel toevoegen aan dit kanaal. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.